Bij de boerderij staan onze schaapjes. Oh. Maar ik moet heel even naar binnen, want ik heb een jonge pup binnen zitten. Die wil ik jullie wel even laten zien. Als maar, dat mag. Maar die mogen ook niet filmen, zeker? Jawel, die mag je best filmen. Ik ga hem even halen. Nee, want dan is hij weer met de plinten dadelijk aan het opvreten, bij wijze van spreken. Want die is pas net 10 weken. Wat voor hond is dat dan, als die plinten opvreet? Ik laat hem zo zien. Ik laat hem zo zien. Een plintenputcher. Een plintenputcher? Denk ik. Wat is putje dan? Nou ja, volgens mij kusten ze niet, hij vreet ze gewoon op. Een plintenputcher. Nou, lekker. Dat zou zomaar mij kunnen doen in de uitverkiezing van het leukste Limburgse woord. Een plintenputcher. Kijk, Piet. Is dat een pup? Dat is een pup. Hoe oud is die dan? Ik zeg 10 weken. Oh, 10 weken? 10 weken, ja. Had je de hek, schat? Had je de hekkenpik? Wat is het voor merk? Het merk is Perro de Aqua Español. Oh, dus dat klopt precies met... Perfect. Een Spaanse hond? Ja, Spaanse waterhond. Spaanse waterhond? Spaanse waterhond. Die kunnen duiken, die kunnen de vissen opduiken. Die worden in Spanje gebruikt voor zowel bij de schapen als op het water. Dus... Het is ook een herdertje eigenlijk. Het is, ja, zo. Ze zijn eigenlijk allrounder. Ze worden ook als hulphond gebruikt bij verstandelijk gehandicapten. Ze worden ook voor het onderwijs gebruikt. In Aken had ik iemand die wilde heel graag een pup van mij, omdat hij hem in de klas wilde gaan introduceren. Echt zodat waar? Ja, tegenwoordig kun je zo ontzettend veel. En wat kan zo'n perro de aqua dan in een klas betekenen? Steun voor kinderen die het moeilijk hebben. Kindjes met ADHD bijvoorbeeld? Ja, zoiets in die geest. En dan wordt hij echt gewoon ook opgenomen. De kinderen worden daar ook mee opgevoed. Zodat ze dus echt ook voor de honden een steun kunnen zijn. Het is wel een heel gevoelig ras. Helaas wordt er te veel slecht gefokt in Nederland. Oh, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus dan komen er waterhondjes met gebreken? Nou, wij testen alles DNA in Amerika. Zijn vaderhond is getest, de moederhond is getest. En deze pup wordt binnenkort ook getest. Dus u fokt er ook echt mee? Ik ben liefhebber. Liefhebber? Fokken vind ik een beetje vies woord. Oké. Maar als liefhebber zorgt u dus voor waterdicht DNA, zodat... Nou, proberen zodat diversiteit erin te krijgen, zodat je dus inderdaad verantwoord bezig bent. Enne? Verdi. Vertel eens even. Heet die Verdi? Verdi, ja. Zoals de componist? Ja. En we hebben achter de papa zitten, die heet Beethoven. Goh. En hoe heet de mama? Mozart? Nee, die heet Rijka. Rijka. De mensen zoeken zelf een naam. Kijk, en dit is mijn eigen fokproduct. De reu had gedekt bij Rijka. Dus deze hebben we nu in feite over. Maar als je hem ziet, hè? Ja. Want het is natuurlijk een... Het is geen doedel. Nee. Nee, absoluut. Nee. Oh ja, u bedoelt de labradoedel. De labradoedel die nou zo populair is. Nee, maar als je hem ziet, dan denk je bij jezelf van... Goh, dat is een hond met een... Morgen. Een hond met een enorm knuffelgehalte. Ja, maar het is gevaarlijke. Dat is juist het gevaarlijke ervan. Je moet dus duidelijk wel heel goed opvoeden. Want ze draaien je zo om de vinger heen. En het echt aan te raden om cursussen te volgen... En ook duidelijkheid te geven, want ze zijn ontzettend knuffelgehalte zit er inderdaad in. En ze draaien je zo om de vinger heen. En ze zijn super intelligent. Dus als je niet uitkijkt, dan wordt de hond de baas en... Ja. En daar waken wij altijd... En de baas altijd, is het schoothondje daar eigenlijk. Waken wij ook altijd voor. En we begeleiden onze eigen mensen die de pupjes krijgen. Begeleiden we in ieder geval de eerste 2 jaar. Ze worden ook geschoren. En de vacht kun je gebruiken om te spinnen. Dus het is eigenlijk een hele makkelijke hond. Er zijn dus ook Perro de Aqua truitjes en zo? Ja. En sokjes? Ja. Heeft u ze zelf ook? Nee. En die flauwekul doe ik niet mee. Nou ja.
Hé, schat. Oké. Okay. Maar het is een werker, hè? Het is een werker. Dus je moet er wel mee... Je kunt hem als hulphond gebruiken, maar je kunt ook werken met water. We hebben zelf achterom een visvijver. Nou, en daar zwemmen ze ook regelmatig in. De papa die zwemt heel goed en ze kunnen ook echt duiken. He? Dus als je iets op de, ik noem maar wat, als je een balletje op de bodem... Ja, en dan begin je dus met een teil. Dan begin je eerst met een teil. Dan laat je het balletje waar een gat in zit zinken, naar beneden gaan. En dan haalt je hem op de duur, haalt hij hem eruit. En zo leren ze dus inderdaad ook duiken. Maar kan dat dan ook een, kan dat dan ook een reddingshond zijn? Ja, voor wat betreft een reddingsbrigade? Ja, of, juist, ja. En kan zelf zijn eigen boot binnenslepen, als je daar maar een apport aan doet. Je kunt zoveel doen, maar je moet zelf wel leren te ontdekken wat zit in dat hondje. En wij doen op 7 weken een puppytest door een gedragstherapeut. En die vertelt je precies, dat hondje heeft werkkwaliteiten. Dat hondje is eigenlijk meer een gezinshond. Maar je moet er natuurlijk toch wel in opvoeden. En dat is heel erg belangrijk. Daar gaat heel veel werk in zitten. Of heel veel tijd. Ja. Kijk, en dat is hetgene wat Nederland niet begrijpt. Als je een bepaalde prijs vraagt voor een hond, dan is het het ook wel waard. En dat willen wij eigenlijk ook tegengaan tegen de broodfok. Dat is zo belangrijk. Ja. Dat er als veel meer bekendheid aan gemaakt wordt. Dus niet iedereen die bij u aanbelt en het bedrag wil neertellen, krijgt een waterhondje nee, mee. Nee, echt niet. Echt niet. Er gaat heel wat water door de Maas heen voordat iemand van onze pub krijgt. En dit jaar was het helemaal extreem. Ik had 20 aanvragen per dag. 20 aanvragen per dag. En dat is gewoon nu. Ja, de mensen hebben tijd over en ze zijn thuis. En strakjes zit je er dan wel mee. Als alles weer misschien een beetje normaal is. Dus. Kom ik toch even terug op de... Want ja. Ik beken schuld. We zijn hier wel, misschien wel 10 keer langs gereden zonder dit te zien. Ja. Waarom Arizona? Mijn zus woont daar. Ah. En een broer van mij heeft daar gewoond. En ik ben er zelf 1 keer geweest. En het is een prachtig land. En mijn zwager, was een pianist. En die had dus eentje met een piano erop. En ik ben nog altijd aan het zoeken eentje met een bij of zo. Of wat anders. Maar is dat in Amerika heel... Is een heel gebruikelijk. Veel voorkomend om zo'n... Die komt ook van Amerika. Ik heb denk ik 20 soorten vlaggen. Voor de kerstmis, voor de Pasen. Met welkom erop. En wat wil deze vlag specifiek zeggen? Dit is een welkomstvlag. Hij is nu omgedraaid, zeg maar. Hè? Boven erop staat welkom. Dus als mensen ons moeten vinden, zeggen we altijd, kijk maar naar de vlag. Ja, ik vind het gewoon een heel leuk gebaar. Is dat ook een American Eagle? Ja. Is van mijn man zijn hobby. Die heeft iets met adelaars? Met de Airborne Mars. Oh! Ja. Yeah. Oud-militair. Volgens mij vervelen jullie je geen seconde. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. De schaapjes, ja. die lopen verderop? Ja, die grote boerderij aan de rechterkant. En daar zitten de oesantjes, de Franse schaapjes, de kleintjes. Oh. En aan de overkant zitten de Mergelanders. Die hadden we eerst. Wat is het verschil dan tussen een Mergelander en zo'n... Een Mergelander komt van Maastricht afkomstig. Klinkt logisch. Ja, logisch. Is ook een groter schaap wat geschoren wordt en wat ook voor het vlees wordt gebruikt. Maar de Oussin is eigenlijk een hobby. Oké. Okay. Dus de Oussin, die scheer je niet? Die scheer je ook. Oh, die scheer je ook? Jawel. En dan is het voor de vacht. En dat neemt meestal de scheerder mee. Ja, u kunt gaan kijken, want er zijn nu jonge lammetjes. Oh. En er moet nog elk moment wat geboren worden. Maar ik ga dus nu echt naar binnen, want hij vindt het nou niet meer leuk. Ferdy is het moe? Ja, hij is het zat. Hij is gewoon zat, hè, schat. En die namen van die componisten, die moet ik... is dat ook muziek die u mooi hebt? Amtus, ja. We zijn gewoon klassieke. Beethoven en Chopin. Oh, eigenlijk, ja. Heb je met je opvoeding vroeger meegekregen, hè? Echt waar? Dus, ja, prachtig, ja. Dus er werd vroeger bij u thuis heel veel klassieke muziek gedraaid? Heel veel. Mijn oudste zus, die niet meer leeft helaas, die is klassiek opgeschoold. En mijn vader zong ook altijd. Altijd.
Bent u zelf ook muzikaal? Nee, ik heb wel gezongen, maar nee. Ik kan wel dingen goed herkennen, maar dat ik zeg van nou nee. Maar ik vind het gewoon heel erg mooi. Iedere zondagochtend luisteren wij altijd. Nu zei u net van je betaalt een, zijn bijna klaar hoor. Je betaalt een bepaalde prijs voor een waterhondje, ja. Een perro de aqua. Ja. Maar zit daar dan ook die 2 jaar begeleiding in? Die u... Tuurlijk. En wij komen bij de mensen thuis om de eerste scheerbeurt zelf ter plaatse te doen. Zodat de nieuwe eigenaar ook ziet wat er gebeurt en wat er ook met hun hondje gebeurt. En als iemand dan zegt van, hey, maar dat zou ik ook willen leren. Dan zeg ik, hier heb je het scheerapparaat, oefen maar. Dat is, volgens mij is dat ongekend. Als je ergens een hond koopt en dat men 2 jaar lang... Yes, dat noem blijft... ik dus daarvoor de liefhebber en niet de fokker. Een fokker, daar krijg je hondje mee onder je arm. Wij geven een documentatiemap mee. Waar alles in zit, van vader en moeder en de pup. Een voedingsschema, een contract, een tippenlijst. We maken ook zelf snackjes voor de honden. Snackjes? Snackjes, ja. Niet dat goedkope wat je in de winkel krijgt. Goh. Dus je kunt... zoveel andere dingen doen. Maar die meneer heeft het heel zwaar, hoor. Ja, oké. Okay. Ja, allerlaatste vraag. Ja. En hopelijk geeft u dan ook een kort en bondig antwoord. Ik snapte de spreuk niet. A dog is for life, not just for Christmas. Snapt u dat niet? Nee, wat heeft een hond met Kerstmis te maken? Je koopt niet een hond met Kerstmis. Je koopt voor jezelf een hond voor zijn hele leven. Oh, als kerstcadeau? Ja! Ah! Net zo goed als dat mensen zeggen, ja, mijn zoontje is jarig, we willen hem een hond cadeau doen. Dat doe je dus ook niet met Kerstmis. Ik snap hem. En niet met Sinterklaas, dus...